Ik had nog een paar pootaardappeltjes over van een aantal rassen die ik zelf al heel lang overhoud, al lang vermeerder. Maar ik had geen plek meer op de moestuin. Dan had ik wel nog een aantal puinzakken, zo heten ze, hele stevige soort vuilenzakken. Die ik gebruik om compost mee te nemen en mest en dat soort dingen te vervoeren en te verplaatsen. Dus daar heb ik even een paar gaatjes in geknipt, zodat die zak niet vol met water komt te staan. En daar heb ik nu die aardappeltjes ingepoot. Ik had nog een mengsel van compost en paardenmest. De paardenmest zit niet zoveel voedingsstof in, maar het is een geweldige structuur. En wormen zijn er dol op. Dus ik heb die zak daar zo tot 2/3, 3/4 mee gevuld. Dat geeft dus een heleboel vocht vasthoudend vermogen. Het geeft voedingsstoffen. Niet te veel stikstof, want dan wordt aardappel wat gevoelig voor allerlei aantastingen en schimmels. En daarbovenop heb ik dus een restje met compost en oude potgrond gelegd waar ik de uiteindelijke pootaardappeltjes in leg. Aardappels zijn eigenlijk een beetje gevoelig met hun schil. Dus als je bijvoorbeeld net kalk hebt gestrooid, dan kunnen ze een beetje last krijgen van schurft. En als je een te rijke compost of rijke mest die nog niet uitgewerkt is rond de aardappeltjes hebt, dan kunnen ze ook allerlei aantastingen krijgen. Dus het beste liggen die in een beetje neutrale groeimedium, zeg maar. Potgrond of gewoon tuingrond waar niet direct bemest is. Dus ik denk dat op deze manier de planten het wel naar hun zin zullen hebben en dat het gewas lekker zal groeien. Op de moestuin heb ik dit ook al in een aantal potten gedaan. De zwart gekleurde, paars gekleurde, donker gekleurde aardappeltjes die teel ik daar in potten. Omdat het altijd een heel klusje is om al die oogst uit de grond te zoeken en geen aardappels te laten zitten die dan het volgende voorjaar weer uitlopen en een broedplek of zijn voor bijvoorbeeld Colorado kever. Aardappelstelen in potten gaat hartstikke goed. Dat heb ik in een ander vlogje al wel eens laten zien. Nou, nu in die kweekzakken zal het ook prima gaan. Die zak is zwart, dus die wordt lekker warm door de zon. Ik zet hem ook op een zonnige plek. En een extra voordeel is nog dat in de voortuin, in een woonwijk, natuurlijk maar weinig kans is op Colorado kevers. En misschien is dit dus juist wel een prima manier om deze pootaardappeltjes hier te telen. En misschien ook wel mooi te laten afrijpen, zodat ik weer goed pootgoed heb voor volgend jaar. Dus dan heb ik de productie aardappels zeg maar op de moestuin staan. En dan wordt dit een speciale afdeling met hopelijk heel gezond groeiende aardappeltjes. En of het mooi is, daar zullen de meningen over verdeeld zijn. Ik zal de zak binnenkort nog wat camoufleren met wat kleine potjes en leuk gewas wat ervoor staat.